bubbly, bubbly. High five. Alright, babe. Is gelukt. Toppie. Bubbly, bubbly. Nog steeds groot. Ik weet namelijk niet even of nou het vorige filmpje ook gelukt is, jongens. Dus we gaan eventjes nu opnieuw laten zien aan jullie wat we hebben gedaan. We hebben dus water bij die aardeblokjes gegooid. Ja. Daar stond op de gebruikswijzing dat het een kwartier ging duren voordat het allemaal zover was. Nou ja, kijk, ze worden al steeds groter. Zoals die van mij nog niet. Die, ja, maar dat gaat intern in. Dat gaat echt wel goed komen. Je kan hier al een beetje zo, met je hand kan je al. Nee, maar... Doe maar. Oh. Je kan met je hand, nee hier. Je kan al met de hand, kan je hem al een beetje breken. Deze nog niet. Je voelt vanzelf welke zacht zijn. Deze is best wel zacht. Zie je, er wordt een aarde. Het is allemaal geperste aarde. Ja. Deze is nog best wel een beetje hard. Ik knijp maar gewoon ergens in. Op een gegeven moment dan laat het toe en dan is het... Deze. Oké, deze is nog een beetje hard. Deze ook. Deze is al best wel groot, maar die laat zich niet toe. Deze denk ik wel, ook al niet. Nope. Oh. Ja, zo, kijken. Hoe gaat die bij jou, die grote? Kan daar ook nog iets los aan de rand af? Omdraaien misschien? Zo. Kan ik zo eens proberen? Ja, probeer maar. Als je het eraf kan halen. Bij de andere kant. Oh, hier. Ja, zie je, dat gaat vanzelf een gegeven moment los. Bij de andere kant kon ik ook wel wat loshalen. Kijk, waar zat het? Hier. Het gaat best wel snel. Oké, nou. Bij jou ga ik nog even helpen. Ja. Eigenlijk helpen we nu bij met elkaar. Ja, natuurlijk. Dat doen we samen dit. Dit is ook gewoon leuk. Nou, ga jij maar even rustig verder. Kom ik er zo aan. Ja. Heel veel water nodig. Ja, ik heb even aardig water nodig. Ik gooi gewoon even je bak vol zo. Zo, dat is even een beetje bij. Hoppa. Oh. Huppede, zo jongens. Bij mij moet het er even overheen, Hup. Want ik heb natuurlijk een grote. Zo, dan gaan we eventjes alles weer zo. Ja, ik heb onderhand aardig al wat. Ja, jij hebt al heel veel geperste aarde. Maar ik nog niet. Dus ik heb een hele grote. Wat ook wel best wel fijn is. Ja, wat is er voordeel van? Nou, dan denk ik dat is gewoon wel fijner, vind ik zelf. Oké, okay, misschien moet je even omdraaien. Dat de onderkant, daar moet hij wel in het water liggen. Deze. Kijk, deze daar. Ik moet hem gewoon heel even in het water laten liggen dan. Kijk, dan neemt hij water op. Kijk, dan is het blokje zo. En dan gaat hij wat zwakker worden. Ik heb al steeds meer... Mag ik hem even? Nee, minder blokjes, ja, zie je, ik kan gewoon zo kijpen, man. Ja, maar bij mij moet ik het een beetje afschrapen. Ja, ik denk als je gewoon even wacht, dan gaat het vanzelf... Ja, ik gooi er even wat water op. Ja, het water, dat heb ik geen zin, er zit nog water in, hè. Ja, kijk, zolang er nog water in zit, kan dan... niet, maar hij moet het gewoon opnemen. Ja. Maar het gaat goed komen. Ja, dat is waar. Het is lekker, het is mooi weer. Ja, begin van de zomer een beetje, hè? Ik heb helemaal geen mouwen eigenlijk. Nee. Schouders. Jij wel. Ja, ik heb nog mijn blouse aan. Ja. Jij dacht, ik ga nog niet de zomerkant op. Nee, ik heb nog niet de zomerkleding tevoorschijn gehaald. Ik wel. Maar ik heb gewoon zomerkleding. Ja. Dus. Ik kan het makkelijk. Zo. Nou, dat begint er maar bij een beetje. Mij is die nu ook wel ver, hoor. Ja, begint hij al steeds meer bordel te krijgen. Kijk maar. Oké. Okay. Ik kan nu steeds meer wat eraf pakken. Hij wordt nu bij mij wat zwakker al. Want als ik gewoon met mijn vingers er langs haal... Maar dat kwartier, dat is geen kwartier. Nee, want dat is al voorbij. Toch? Ja, zeker. Zo, hij is juist snel weg. Ja, gaat het goed bij jou? Ja. Even kijken. Nou, jij bent ook lekker bezig. Ja, met mij kan ik het nu er zo afpakken. Oké, heel goed. Alleen kijk, het is een beetje water bij jou doen. Ja, want
beetje erop, ja. Ja, stop maar. Zo. Nou, ik ben onderhand, zoals jullie zien... Jij bent klaar. Ik ben aardig klaar. Dus ik ga gewoon een zaadje doen. Ik ga het dus even verder doen. Dit is veldsla. Ja. Dus dat is wel leuk zo meteen. Dat gaat helemaal groeien in die pot. Ja, ik ben benieuwd hoe lang dat zich volhoudt. Jij ook? Ja, nou ja, we gaan het allemaal zien. Ja. Even kijken hoor. We hebben kinderslot zitten erop zitten voelen. Dus dan krijg ik hem niet open. Nee, ik ook niet. Als er kinderlot... Dat is meestal. Als ik hem niet open krijg, kan jij hem ook niet open. Nee. Maar het is... Jij bent geen kind meer, dus jou zou het moeten lukken. Nou, ik heb hem open hoor. Met de tand. Goed, nou... Maar je mag het eigenlijk niet met je tanden doen. Nee, ja, je mag zoveel niet. Goed. Nee, dat is waar. Ik ga dan een beetje de zaadjes verspreiden. Zijn ze klein? Dat zijn hele kleine zaadjes. Oh ja, ja. Weet je de zaadjes die we ook eens een keer hadden gehad? Ik hoop dat jullie het kunnen zien, jongens. Het zijn echt heel klein. Dus nou, ik denk niet dat jullie het zo super... Ik zal ze even op mijn hand leggen, anders zwaaien ze weg. Hier. Ja, het waait best wel een beetje hard. Ik zal ze nu eens wij voelen er niks van, maar... Een beetje verspreiden zo. En daar ga je ze drukken. Oh, jij doet het gewoon zo. Je mag ook zo meteen wat van mijn aarde pakken. Heel lief van je, maar ik pak gewoon aarde uit de aardebak achter je. Ja, want dat is ook wat handiger. Want dit duurt wel wat langer dan... Dus ik ga eventjes wat aarde pakken. En dit duurt wat langer dan de gewone aarde. Best wel veel, hè? Kijk. Kijk, daar heb ik gewoon een handje met aarde uit de... Hup, en ik doe het er gewoon overheen zo. Ja, dat is ook wat handiger, maar ik vind dit wat fijner. En dan is het zo klaar. Ik ga nu ook de andere kant even gebruiken. Beetje aanduwen. En ik vind hem helemaal mooi. Nou jongens, dan is dit eigenlijk de veldslabak. Ja. En over een week zal hier de jonge plantjes uitkomen. Laat ik jullie allemaal zien hoe die gaat worden. Dus deze is klaar. Die kan eventjes nu in de vensterbank. Oh, ik moet nieuw water. Wil je nieuw water hebben? Ga ik halen. Ja, want ik heb niet meer genoeg. Dat de één kant heel goed is. Mag je daar blijven? Je wel snel zijn. Ja. Keetje meid, wat is er gebeurd bij jou? Nou, hij is gegroeid. Ja, dat zien we zeker, ja. Tja. Mag ik hem? Ja, je kan je gang gaan. Okay, we hebben een hapje gegeten. En... Hij is toch wel een beetje hard. Ik kom even van die kant zitten. Hij is toch wel een beetje hard. Is hij nog een beetje hard? Ja. Laat maar eens even kijken. Oké, okay, ja, dat... Hij zit wel een beetje heel moe. Ja, oké, okay, maar goed. Je hebt mooi veel aarde. Zo. Ben je een goed onderkant? Heb je... Dit ga ik er ook bij. Zo, ja. Hier moet nog... er nog wat water bij. Ja, zometeen. Nou, ik denk dat je... Je moet er alleen nog even wat water bij. Ja, oké. Okay. Weet je het wat? Ja, doe maar. Bij mij doe niet zoveel. Doe even een stukje beetje. Ja, zo. Ik denk, kijk, je hoeft namelijk niet zoveel. Het is zo goed zo. Je hoeft niet meer te doen. Nee, want dat was al genoeg. Ja. Beetje aandrukken, want anders aanduwen. Valt het er allemaal uit. Zo, een beetje aanduwen. Auw. Zo. Nou, nu de zaadjes. Ja. Even kijken. Je hebt 3 soorten. Ik heb. Dus dan moet je ze een beetje in 3 hoeken doen, hè? In drie punten. Wil jij deze even opvatten? Ja, doe ik. Dat heb ik net al gedaan. Ja. Ik kan hem dus even graven. Nee, eens het opleggen. De opleggen. Je moet ze even opleggen. Dus gewoon, anders zie je het namelijk niet. Hier zo? Nee, gewoon. Nee, gewoon even alles zo plat houden. Ja. Deze is nog niet goed. Ja, maar dat is goed zo. Zo. Oké, dit zijn de zaadjes, dus dan moet je eigenlijk, kijk, doen we het even, kijk, kan iedereen het zien thuis ook een beetje? Een streep? Doen we het een streep zo in 3. Dus dit is een vak en dit is een vak. Ja, voor mij is dat beter. Hup, zo. Gewoon gestreept. Ja, zo'n beetje zo. Hey. Allemaal soorten. Ik heb voor 2 soorten. Je hebt allemaal soorten zaadjes, zie je dat leuk? Ja, ik heb, de ene zijn weer een soort van bloemetjes. En de andere zijn weer een soort van blaadjes. Oké. Wacht, ik ben nog niet klaar.
mij wat in. Dus heb je daarin gezakt. Daar zit nog zo'n bloemetje. Ja, daar hebben we hier nog één. Welke soort is dit? Dit is, staat erop hè? Kerstomaat. Oké, okay, waar ga je die doen? Deze kant? Ja, ja. Oké. Okay. Beetje te veel elkaar. Nou, dat wordt wat hoor jongens. Ja, ik ben benieuwd hoe die van mij wordt natuurlijk, omdat ik drie soorten heb. Ja. Ik ben een beetje verkouden. Zo. Alsjeblieft. Oeh, deze is best wel groot. Die doe je deze kant weer. Die zijn wat anders. Juist, die zijn wat grotere zaadjes. Hartstikke goed, dan doen we een beetje aanduwen nog. Dan pak ik even het hand. En dan pak je wat aarde uit de andere zak. Ga ik even wat pakken? En je hand, dan loop ik zo meteen misschien nog wel terug. Nou, kijk, ik zal even laten zien aan jullie hoe de zaadjes eruit zien. Zie je, dus we hebben hier een partij, hier een partij en hier een partij. Ben ik? Juist. Leg ze maar gewoon zo eroverheen. Ik leg drie keer, ga ik even ja. Zo. Oké, okay, ja. Drie keer. Heel goed. Ik ga drie keer lopen. Ja, oké. Okay. Voor elk vak. Een beetje zo erin douwen. Ja, lukt het? Ja, rustig, rustig, rustig. Ik loop alles te morsen. Ja, beetje zo. Zo, jij duwt aan. Waar heb ik? Niet te veel hoor, niet te veel. Zeg je? Niet te veel. Dat genoeg dan? Ja. Ik pak nog één hand. Ja, niet te veel. Zo, leg hem een beetje op zo. Ja, leg hem gewoon op. Zo, stokjes eruit. Even wachten, stokjes eruit. Hup. Dan probeer ik zo. In de zak. Nou, nog een beetje water. Ja. Zo, mag ik dat even doen? Nee. Je doet het natuurlijk altijd zo. Heel klein beetje, omdat zaadjes dan... Nou goed, hé hey, jongens, kijk, dit is het geworden. Ja, zal ik even die van jou pakken? Ja, pak jij die van mij even. Oké. Okay. Nou, dan hebben we eigenlijk twee hele mooie bakken. Dus. Ik ben juist een beetje los aan het laten. We hebben dus de bak van Bobby Lee met Stadstuin. Zet hem maar naast. En die van. Ja, oké, okay, je gaat eens even kijken, jongens. Papa? Ja, zo, kijk hier. Dus nou, we zullen even jullie laten zien. En die van. Ja, even kijken. Deze, die hoort daarbij. En die kan je dus heel even opleggen. Zo, nee, laat maar zo, dat kun je zo zien. Hou vast. Ja, en deze hoort hierbij. Nou, over een paar weken zien jullie vanzelf wat het wordt. Ja. Voor nu, ik kom eventjes een beetje in beeld. Ik ben niet zichtbaar, denk ik. Even kijken, ik kom even een beetje bij. Hallo. Hallo, ja, en ben jij een beetje zichtbaar zo? Oh ja, hé. Hey. Hey. Oh, jongens, super. Hé, hey, Toppie, dankjewel. Goed gedaan, Penger. Ja. Jongens, voor de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doei, doei. Hoi, hoi. Tum 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 t